Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben wakker geworden in Vinkveen bij Lars. Alleen Lars is vanochtend al de deur uitgegaan, die had allemaal afspraken. En het is nu 2:15, echt verschrikkelijk. Oh, ja, gisteren uit geweest en Lars heeft van die rolluiken en daardoor blijft het super lang donker. Dus dat is hartstikke lekker, maar ik ga straks wel mijn bed uit. Het onweert echt super hard schijnt. Dus dan ga ik lekker even eten. En dan ga ik lekker thuis editen. En lekker een pakje aantrekken. Even in bad liggen. En dan zie ik hem vanavond weer. Dus dat is eigenlijk mijn plan. Ja. Ik ga zomaar eens dit bed uit. Ik heb mij gedoucht. En ik heb... deze trui aan, deze broek en deze schoenen. Wat? Oh ja, die is ook nog. Maar kijk, dit zag ik alleen. Ze hadden niet echt die ribbeltjes chips, maar super chips. Mm. Wist je wat het was? Zo lief dat je dit hebt meegenomen. Lief, hè? Ja. Maar deze lijkt anders. Is een nieuwe verpakking of zo? Nee, dat was natuurlijk op het vliegveld gekocht. In Madrid ooit een keer. Ik had er nog naar je gestuurd van, oh, nu is mee. En nooit meer gegeten. Ja, die is echt nog wel goed hoor. Ga je dit nu allemaal opeten? Nee. Wij worden gesponsord door Red Bull. Nou, nee. Was het maar zo'n feest. Nee. Nee, ga je die nemen? Nee. Wel, ik hoef het ook niet. Nee? Nee? Ik zei, wil je Red Bull? Oh, dan zei, heb je Red Bull? Ik zei, wil je Red Bull? Nee. Weet je het zeker? Ja. Niet met chipjes erbij? Nee, nee, nee. Okay. Maar wil jij chips eten zonder Red Bull te drinken? Dat vind je niet lekker hoor. Nee, ik ga het ook niet. Ik ben niet handig. Oh ja. Ik ga zo eten bij mijn moeder. Oké, nou, wij gaan even de deur uit. Het is inmiddels 4:15. Ja. Nou, doe ze even rustig. Ik weet het niet. Het is inmiddels 9:30. En wij zijn in het fantastische Meidrecht. Om Kevin op te zoeken. Kevin die woont op zichzelf. Waar met Melis. Pizza of sushi? Sushi. Hup, hup. Sushi. Met je zalm, denk ik. Hup, hup. Kan het nog? Ja, ja, kan nog. Oh. Zullen we gewoon hier zitten? Ja, zullen we niet gewoon hier eten? Ja, nog eten. Het is een prachtige ambiance met onwijs leuk ledlicht. Wat gewoon verschilt. Zie je? Disco. Maar we kunnen beter hier gaan eten, want ik heb geen zin om hier. Nee. Oh. Nee, we hebben het zien of het klopt. We kunnen meenemen, maar niet hier eten. Oké. Het is... 11:30. En eigenlijk zouden wij even naar de stad gaan. Maar we zijn dus zo goed om te gaan slapen. Maar dat betekent wel dat de vlog vandaag zeer weinig heeft ingehouden. Dus. Ik denk dat ik dit vlog van morgen eraan plak. En dan komt er dus op zaterdag. Nee, van. Ja, zaterdag komt... Vannacht is vrijdag, toch? We gaan wel dit weekend een speciale video maken voor deze dag. Ja. Er komt zaterdag een andere video online. Dus daarom nu de vlog van zaterdag hierachteraan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot morgen. Doei. Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar dezelfde vlog. Het is vandaag zondag. Zaterdag is het. Ik heb net Lars even... We hebben in Vinkveen geslapen. Toen heb ik Lars opgezet bij zijn moeder. Nu ben ik thuis. Ik ga even snel douchen. En ik heb afgesproken met Noor en Olivia. Daar heb ik heel veel zin in. Dus, dat ga ik doen. Ik ga even lekker een chill outfit aantrekken vandaag. Even gedoucht. En ik ga nu snel een video editen. En dan richting Noor en Olivia. Ik heb even snel mijn video geëdit. Zodat ik dat niet vandaag nog hoef te doen. En ik heb deze trui aan van American Vintage. En een legging van Zara. En mijn Vans met plateau. En ik ga nu... lekker richting Noor. Er was trouwens gisteren een prank online gekomen. Constraint. Dat ze QC van Supergaande gingen pranken. En dat is echt zo leuk. En hij is echt
serieus, zo real. Echt, I love it. Echt, als je die video ziet. Ik vind hem wel echt een van de aardigste guys die ik ken. Maar als je die video ziet, hij is echt zo'n lieve jongen. Het is echt niet oké. Ik ben al heel de middag bij Queen of Jetlag. Die heeft de overstaan. En Bibi die is nu naar de moeder, maar zat vanochtend gewoon middag had ze brownies gemaakt. Dus dat is echt chill. Voor jouw ontbijt. En Olivia slaapt de hele dag. Ze is echt saai, baby. We wachten tot Olivia eigenlijk wakker wordt. Ons hele leven draait om wachten tot zij wakker wordt. Dat zou Olivia weer met ons van spelen. Maar goed, het schijnt dus dat je hier vandaan McDonald's kunt bestellen. Dus wellicht. Zullen we eens dat... kijken? Ja. Via welke site gaat dat? Uber Eats. Ik ben zo benieuwd hoe dat dan is. Ik weet niet of het al zover is, want ik zag mensen allemaal echt aftellen. Het is wel overgaan. Nee, kijk. Je hoeft dan niet het adres. Zo lekker die brownie. Ja, ik ga ze ook weer even een stukje nemen. Ja, ik denk inderdaad dat het wel zo is, want hij stond hier dus als aankondiging. Mm-hmm. Hoe slim is dat van hun trouwens? Misschien kan het niet vanaf hier. Jawel, want ik kan ook ik kan wel Burger King Leidseplein doen. Ik denk dat het niet open is. Het is altijd voor respectloos iets. Ik denk dat het ook gewoon elke McDonald's is die dit gaat doen. Maar en je hebt hier eentje thuis. Ze doen het trouwens niet uit te leggen wat het dicht van zijn de McDonald's. Ze doen nu alleen Sparkler weg. Maar die is best dicht bij zijn. Nee, maar die op de ding is, je weet wel, bij de markt is daar. Oh ja, maar die doen ze niet. Nee, denk je niet? Nee. Ze beginnen met Sparkler weg en nog één. En dan gaan ze uitbreiden. Ja, geloof maar naar de details. Ga maar nou niks uitleggen over de McDonald's delivery service. Stanley kwam ik echt van de week met, hey, McDonald's gaat bezorgen. Zo, ja, meen je dit nou? Dit is zo oud nieuws. Ga je het nou nu vertellen aan mij? Nee, ik volg mij even nog niet zo ver. Ik denk dat ze morgen of zo live gaan. Oh, oké. Okay. Olivia is eindelijk weer wakker. Dus dat momentje pak ik om gewoon te vieren dat ze wakker is om nog een brownie te eten. En we gaan nu even naar het park. Monika van Amelaar. Wil je geen speculaas? Nee. Nee? Kijk hoe lief je hoed is. Het lijkt echt een safari is met die achtergrond. Zo lief. Zo cute. Olivia doet mee aan expeditie Robinson. Doe jij ook mee aan expeditie Robinson? Olivia zou het zo overleven. Is je wel? Lekker slapen. En we gaan nu even lekker naar het park. Met ons kind. Oh. Had ik ook met die bal gedaan vanochtend. Die ik nu mee wil nemen, die zeg maar. Die heb je kapot gemaakt dat Bibi ermee zat te spelen. Ik ben niet aan het vloggen toch? Ik wou zeker. Die heb je kapot gemaakt, die bal. We zijn dus al eventjes in het park en Olivia is alleen maar in het water aan het gaan. Gewoon vol met al de kleren ging ze erin. Dus nu heeft Noor de kleren uitgetrokken en nu blijft ze in het water en het is best wel koud. Maar de meid heeft er echt geen problemen mee, het is zo leuk. Wij gaan lekker eten. Oh, die pasta ziet er weer zo lekker uit met die burrata. Ja, die vooral. Heerlijk. Kom je mee, schatje? Noor en ik hebben vandaag de app gedownload. Het heet Moment. En daarmee kun je dus checken hoeveel je op je telefoon zit. Nou, dat is voor mij echt schrikbarend. Ik heb het vanmiddag gedownload. Ik heb nu al 3 uur lang op mijn telefoon gezeten. En ik heb hem 68 keer opgepakt. 68 keer. Dat vind ik echt heel veel. Ja, vind ik ook heel veel. En je bent ook nog eens ontspannen met stress en zo. Dan wil je dus zit je alleen maar zo, ja. Ja, en als je alleen bent, nog erger. Ja. Dan ben je nog onder ja. mensen. In bed is dan helemaal erger. Je bent niet zeg maar... Dat je dingen wil weten. Ik moet niet dingen regelen of zo vandaag, nee. Het wordt wat op een normale dag. Ja. Oh, wat verschrikkelijk. Goed, ondertussen hebben wij een mega eetfestijn. Hier hebben we heel veel eten besteld. Kees is gekomen met nog meer eten. En Olivia is echt aan haar 6e gang begonnen. Helemaal onder de rest. Dat is zo lekker. Ik ben weer thuis. En Lars kwam ook naar Noor. En dat was heel gezellig samen met Kay. Even girls night gehad. Met Lars. En nu heeft hij kapsalon. Het is 2 uur. Ik ga nu op z'n eten en ik heb een pakketje van Blake 7 binnen.
Die vind ik echt leuk. Dus die ga ik even uitpakken. We gingen met z'n eigen niet spelen. En ik heb gewonnen. Nee, dat is niet waar. Ja. Niet liegen. Zeg maar in de camera. Ik ben door het veld en ik heb verloren. Zeg wel. Ik ben Lars Veldwijk en ik ben voor alles. Dat is normaal. Dat zijn verliezers en nederlaagkrekeltjes. Omdat je verloren. Jij. Ik? Ja. Ja, je hebt net die groene erbij gezet. We weten allemaal dat ik heb gewonnen. Het is niet erg. Dit is een beetje als zaterdagavond. Zullen we dit ook even in bed nog doen, in een potje? Even klaarmaken aan de bed. Dat is wel revanche. Ik geef jou de kans om het gelijkspel te maken. Dit is serieus als zaterdagavond. Ja. Dat zeg je niet in bed. Nee. Ja. Dat is toch leuk. Mm-hmm. Dit heeft Monica net gegeten, jongens. Koolsla met mais. Goed, hè? Ja, ik ben verbaasd. Ik schrok ervan. Snap ik wel, ja. Wat heb je er doorheen gedaan eigenlijk? Mayonaise? Nee, het is gewoon die koolsla, het vocht. Ik ga even mayonaise in mijn sla doen. Ik weet niet. Het heeft het lekker gezond. Jongen, jongen. Oh, en de meid is op spa blauw. Goed bezig. Ja. Ik ga nu met mijn spa blauw tongen. Ja, jij wil nooit tongen. Dus. Oké. Okay. En verliezers moeten altijd even gepamperd worden. Hoe voelt het nou? Stinkt. Je ziet er ook echt zo debiel uit. Ja, ik mezelf zien. Ja. Het is inmiddels 3:00. Hey, we zien niet meer. We gaan slapen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei!